Oké. We staan hier. En als ik dan zeg, ga. Mijn locatie en ik zeg daarna thuis. Dan hebben we 2,5 uur gereden. Van de route die we wilden rijden, dat was 4,5 uur. Dus we zitten net een half uur over de helft. Dus dat is netjes. We zijn dus van ons plekje, langs Eeksjö, Nesjö en Jönköping, zijn we naar Falköping gereden. En nu zijn we hier. En dat zijn de coördinaten. Dit is het adres. Goedemorgen allemaal. We hebben de eerste nacht overleefd in de nieuwe indeling. Het regent. Was te voorspellen. Was voorspeld zelfs. Er wordt nu flink gebruikt. Er staan lichten aan. De koelkast staat aan. 12.3. De koelkast heeft de hele nacht aangestaan. Ik was van plan om hem uit te zetten. Maar eigenlijk hadden we zoiets van nee. We gaan hem extreem testen. Het geeft een geluid alsof het zachtjes waait. Heel zachtjes. Geel hoort het niet. Ik hoorde het wel, maar ik kon het niet plaatsen. Maar daar heb je helemaal geen last van. Ik kan het white noise noemen. Op zijn zachtste volume. De kleine die is nat geregend. Hij heeft wel zijn regenjasje aan gehad. Geer ook. Tot nu toe. Nou, we hebben de boiler natuurlijk nog niet getest. Maar is dit fantastisch. De nieuwe accu's en de nieuwe koelkast. Echt... Daar zijn we heel blij mee. Ja, het is hier wel een stuk beter dan het was. Zeker weten. Dan gaan we lekker even ontbijten. We hebben onze eigen oogst meegenomen. Bramen en pruimen. Om nog heel wat op te maken. Hier, eigen tomaatjes mee. Hier hebben we ook nog meer pruimen bij ons. En appels van eigen bomen. Eitjes van onze eigen kippen. We hebben nog kwartel eitjes mee. Yes, man. Luxe eten in de camper. Hij is alweer gestopt met koelen. Hij is alweer gestopt met koelen, ja. Hij schiet weer omhoog. Accu's herstellen zich weer. En Nee, goed koelkastje. Het is een, ja, ik ben er ook super tevreden mee. Ja, de koelbox had het al opgegeven. Dan had het al diep, diep, diep. Hadden we al gehoord. Ja, dat was wel gehoord geweest. Ja. Nou, wij gaan even eten en we dachten we gaan het arboteren, Min. Al op hem. Maar met dit weer gaan we geen bomen kijken. We zien bomen zat. We gaan wel kijken waar we heen kunnen rijden vandaag. In ieder geval zijn we lekker op vakantie. Dat is wat telt. Oké. Gisteren hebben we dit foldertje gevonden. Daar bij de botanische tuin. Op de kaart van dat foldertje hebben we verschillende dingen gezien. We gaan in ieder geval eerst hier naartoe rijden. We zitten ergens hier. Dus we gaan rijden naar Guthem. Naar de klosterruïne. En ik hoop dat daar trouwens een adres van staat. Dat is nummer 17. Nee. Alleen een telefoonnummer en een site. Maar dat geeft niet. Ik vind hem absoluut. Dit foldertje. Even hier. Pak ik de kaart erbij. Even terugkijken waar we zitten. We zitten hier bij Floby. We hebben hier geslapen. Hier. En Guthem. Moet ik even kijken, Valtje. Hier ligt Guthem. Hier. En hier is de klosterruïne. Nou, dan ga ik kijken of ik hem kan vinden op Google Maps. Oké. Guthem. Kloster. Zie je? Falköping, de tweede keuze, 18 kilometer. Zo ziet hij eruit. Route, 25 minuten. Dus start. Ga richting westen. En dat gaan we doen. Start er maar. Even de mascottes uit de weg. Zo. Nou, de kaart hoef ik er niet bij te nemen. Daar gaan we. Oké. Okay. Start geweldig. Het
Is dat je handrem die aanstaat? Yes. Ja, dan rij je weg. We hebben gisteren 2,5 uur gereden. Blazen. All systems go. Nou, bedankt voor de overnachting hier. Het enige wat we nog niet getest hebben is de border. Maar tot nu toe is de rest ons ongelooflijk bevallen. Gaat goed. Ja. Sla rechtsaf. Ja, dat komt goed. Dit weekend zal het dit weer zijn. Maar het knapt de komende week op. Daar gaan we vanuit. Echt weekend weer. Nou ja, we hebben het met z'n allen. Ook in Nederland, begrijp ik. Heel Noordwest-Europa heeft regen dit weekend. We wisten het voordat we gingen reizen. We doen het daarom lekker rustig aan. Go with the flow. En dan rijden we Floby uit. Het gaat 21 minuten duren. 24 kilometer. Maar dan rijden we dus ook wel over de mooiste weggetjes. Het is wel een versleten weggetje. Een aardige geul in. Hoppa! Die kleine is weer lekker aan het jagen. Oh, het gordijn staat nog een heel eind naar boven. Nou, hij zit weer lekker vast. Dat vinden we een heel prima systeem. Het is een bestaand systeem wat ik heb nagemaakt van een oude gordel. Een prachtig mooi gebied hier. Oh, wat een weertje. Bosbrandgevaar zero. Je moet het gewoon positief bekijken. Jurum. Antiek loppis. Nou, dan kunnen we altijd nog even kijken over 2 kilometer of we 2 eierdoppen vinden. Hè? Kunnen we wel even doen. Als die open is. Huppet, nou mooi. Over 2 kilometer. We gaan even op jacht naar 2 eierdoppen, want die hebben we niet. En ik ben mijn haarborstel vergeten en ik ben mijn eenpootstatief vergeten voor de camera. Maar gaat lekker zo, Lien. Ah joh, we overleven het ook zonder. Alleen film ik mezelf op een gegeven moment niet meer. Want dan heb ik een raaggewol. Zo, het is geen horrorshow. Hallo, het is geen horrorshow. Altijd gezellig met ons. Doe lekker mee. Alle idee. Hoppa. Dus, dat is wel een haaksboegie met een heel groot gat. Nou ja, kan ons het schelen. Antiek Lopez. Villene Spanbakken 4. Antiek Lopez. Ja meid, we gaan eerst even kijken naar eierdoppen. Antieke eierdoppen. Ik zie iemand staan daar in de schuur. We gaan even kijken meid. We gaan eerst even kijken of we hier wat vinden. Dit muurtje is no nonsense, hè? Juist. Oh, maar ze hebben wel heel veel rotzooi. Heel veel rotzooi is altijd goed. Oké. Nou, ik ga die mensen niet filmen. Kijk uit hier voor die auto. Tot zo. Nou, we zijn bij de Loppis gekomen. Antiek Lofted heet het hier. Dus de Antiek Loft. En ik mag hier filmen, heb ik gevraagd. Het is echt heel leuk. Nou, eierdoppenjacht. Wel oude serviesjes. God, geweldig. Ja, oeh, zo. Die is wel geweldig. Even die schapen. Ja. Nou, die past niet in Crazy Daisy. Dus helaas. Past die in de auto? Nee, past net niet in de auto. Wat mooie laadjes. Oh, man, gaaf. Hè? Wat mooie laadjes gehad, vind ik al. Ja, zo. Ja, nee, als hij hem kan opsturen. Met een vrachtwagen. Is die gelijk 15 keer zo duur. Het is een beetje uitkijken waar we... Probeer afstand te houden. Grote mandflessen. Inmaakflessen. Heel veel kleedjes. Hoppelpaarden. Maar geen enkel kopper.
Zit er niks in die kastjes? Ja, hele serviezen. Wauw. Dat is het adres van het servies. Het is allemaal wel pittig aan de prijs. Maar dat is het meestal wel. Als mensen zich antiekloppers noemen. Of zit hier nog wat in het kastje? Nee, nee. Ja. Ja, poppenhuis, geweldig. Nou, ongeveer in een staat zoals de meeste Zweedse huizen verkeren. Nou, gaan we even naar boven. Hier komen we bij wat kleiner spul, dus misschien vinden we hier eikenkopper. Redwick. Volgens het stickertje is die hier gemaakt. Ja, hier, hier. Die zijn van plastic. Er staat geen prijs onder. We hebben van alle drie één kleur. Nou, we hebben eieren doppies. Geen idee wat ze kosten. Oh, merk. Kijk, die zijn ook leuk, die glaasje. 30 euro, zo. Veel dingetjes niet geprijsd, dus dat ligt aan de bui van de man, denk ik. Man, je hebt een wijze verzameling leuke spulletjes. Waar we godzijdank geen plaats voor hebben. Ik ben helemaal geen verzamelaar. Helemaal niet. Ik ben meer een weggooier. Oh, leuk. Lesboek voor de small. Lesboek voor de kleintjes. Nou, dit was gaaf. Gasbollen. Brengen ze zeker heet wie het uitvallen. Heel smal trappie. Wij hebben ons doel bereikt. Zie jullie zo. Nou, de prijs viel nog wel mee. Euro per stuk. Ze zijn wel oud. Dat lukt toch? Ja hoor, prima. We hebben eierdoppen. We hebben onze kwarteierpas in. Nee. Nou, kwarteierdopjes. Die vind je denk ik niet. En die andere zijn op. Hè? En die andere eieren zijn op. Ja, nou ja, dan kwartel eieren doppen kan je wel vergeten, denk ik. We hebben hem betaald via Swish. Swish is hetzelfde als een tikkie geven in Nederland. Dat is erg makkelijk. Ik moet zeggen dat de laatste keer dat ik betaald heb met contant geld is erg lang geleden. Jaren geleden. Hier in Zweden is het heel normaal om met kaarten en met digitale transacties te betalen. Ik kan eens even kijken voor je. Over 30 meter zei hij naar rechts en dan heb je de Grander, die hebben ook een loppis. Maar het is echt wel loppis weer, hè? Loppis, loppis, loppis. Loppis de poppis weer. Loppis is, wat is het Nederlandse woord? Kringloop. Tweedehands, secondhand, ja. Teringzooi. Maar weet je, dit zijn opa's en oma's verzameling en zo. Die,
die 100 jaar in een schuur hebben gestaan en nu verkocht worden. Geef die mensen ongelijk, weet je. Oké, volgende loppis. Kan ons het schelen. De tijd zat. Indië is al op jacht. Oké, volgende. De Granner. Hier? Ja, ik denk het. Staat hier wel antiek. Antiek loppis, 30 meter verder. Kijken. Volgende. Kijk eens, die kan zo mooi die er staat. Ja, het is hier ook druk. Kunnen we onze auto wel kwijt hier, jongens? Allemaal een beetje krap. Kijk nou, joh. Geweldig. Er staat ook hier iemand, maar zo. Het lijkt me niet zo slim om op het gras... Oh, je mag. Kom maar. Oké. Okay. Kijk. Dokter Hoe woont hier. Nou, leuk. We staan nu al gelijk heel scheef. Maar dit is de volgende. Ja, Ingevara. Dit zijn een paar schuren en ook weer een loft. Dus we gaan even kijken hoe het gaat. We gaan eens even kijken. Kijk, een voetpomp, Geer. Oh, kijk dan. De paardjes allemaal. Die dallenpaardjes, de dallenhest, die zijn super duur allemaal. Dit zijn wat fijnere spullen, zie ik al. Weer van een ding, joh. Doorsnittliche Luftmenge einer Ausatmung. Dat is een beademingsapparaat of zo. Ik kan het wel vragen. En overal de grote mandflessen en dergelijke. Ramen. Fietsrek. Ja. Yeah. Ik denk dat die mensen het hier allemaal net ontdekt hebben, zo van, daar valt geld mee te verdienen met oude zut. Kijken of het daar krap is of niet. Nou, het gaat wel. De meest lelijke tegeltjes ooit. Snapsgebuisjes hebben ze veel. Apart. Zo, een roeier of zo. Een roeier in zijn hempie. Gut, lieve Shella. 550 spaan dus. Ja, dat is toen. Kijk dan. Hier. Dat moest wel nog wel speciaal. €20 voor 4 kopjes. Dan hebben we helemaal niet gekocht. Of zo, is het allemaal voor. Het verzamelen mensen ook. Ja? Poeh, hé. Ja. Oude films ook. Wat zijn de schoentjes van jou? Cola. Zo dan. Dat is mooi, die houten, die vrat. Ja, dat is een wortel. Ja. Niet van het zien, dit. Hey, ik heb precies diezelfde vispan. Dit is een rustig. Dat kunnen passen op mijn lichaam.
Hop. Hoe is het? Zo'n doosje heeft mijn vader gemaakt. Zelf. Dat heb ik nog. Oud bouwspel. Zigzag. Zigzag. Jee, mag de P mag man. Als je hier op de vloer loopt, zie je dit ding dansen zo. Mm. Oh, oké. Oh. Geen prijsjes. Een schip. Die horens. Jeetje, je weet gewoon niet waar je kijkt, want die grote vallen hier. Hele oude Optimus. Kijk dan, die handvaten. Je hebt ook allemaal die snickerboa dingetjes. Dan ga je naar rechts op de vloer. Ja. Wat heb je dan nog gedaan dan? Ja. Dan zijn we ook. 1921, joh. Ja, kost dat wat hier? Naar de wapboelen. Ja, kantine. Jeetje man, wat gaaf. Nou, dat is erg leuk. Oké, okay. Gaan we weer door? Ja. Oké. Okay. Let's go. Tweede Loppers overleeft. Ja, er zijn wel een hoop mensen daar. Trouwens, eventjes de handjes ontsmetten. Vergeet ik even. Salixaf. Nou, daar hebben we toch ook weer leuke dingen gezien. Oude Zut, hè? Zo, oude Zut. Oude Zut. Hier, Annie. Heb je onder elkaar gepast? Dan gaan we een kwartiertje rijden naar de klosterruïne. De twee Loppers liggen in Ullene. U-L-L-E-N-E. Kijk, er is van een berg daar. Het is net als in Zwitserland worden die huizen gebouwd op stenen om het ongedierte tegen te houden. Hier, daar liggen de Loppersen. We zijn overgestoken, we rijden nu zo. Benieuwd. Soms denk je, is dit nou wel een weggetje? Ja. Nee, het is wel leuk hier, hè? Ik zie hem al. Voor 200 meter. Die bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Ja, dit was geen beste overnachtingsplaats geweest. Hier moet je parkeren, ja. Oké. Okay. Klostermuseum is het ook. Nou, dit is in ieder geval een prima parkering. Parkeerplaats. Helemaal goed. Nou, daar is de ruïne. We gaan eerst eens even lekker een bakje doen, denk ik. Ja. Gaan we doen. Ah, rust. Oké, we zijn... op een vreemde manier eerst waarschijnlijk zo gereden en toen naar beneden. En de Guthem Klosterruïne, dat is hier, dus dit weggetje, zijn we ingereden. En daar zijn we nu. Dat is daar, tussen de druppels door. Koffie!